Het nonnenhuis. De zon, een spuitbus bloed, verstuift nog snel dat avondgloed over de puimsteenwalletjes van het nonnenhuis. Het vrije uur gaat nu beginnen in het krasse kerkhof binnen. Trillend tasten blauwgebeden handen in trommels zachte koek en in het Bijbelboek mag men naar eigen keuze lezen. Reeds wordt de avondvlag gehezen en kunnen boeteplicht en het schrijnen van de knieën een paar uur in een doffe slaap worden verlicht. Twee botergele nonnen staan te tieren in het waslokaal. Ze spatten elkaar nat. Drie anderen staan te brazen in het balustradepad. Uit de wc-deur zwalpt een oude vrouwengeur in het rond. Het is elke dag hetzelfde gezeur. Wie stopt vanavond zuster Clivia het klisma in der kont? Ze wacht desnoods de hele nacht. Blijft koppig waken. Je hoort haar piepende schoenen dan wel urenlang over de houten planken kraken. Nog klappen enkele deuren op de overloop. Wc's blijven nog zeuren. Door open ramen komen muggen en geruchten de cellen binnen, zoals het slijpend zuchten van een verre trein of het kopergeel getok der stuifmeeloze stamper in de kerkklok. Clivia probeert met voelen en met draaien een holle honger niet te voelen onder in haar maag. Dan grist ze driftig naar omlaag, begint te worstelen en te maaien en te graaien, maar het blijft versmachten, in zwart onwetend wachten, want in een nonnenkruis, daar zit geen vagina, maar wel een zogenaamde Golgotha. Sint Schaamluis hangt daar aan het kruis. Ze ligt vergeefs te hijgen. Non is ze, maar ja kan ze niet krijgen. Wanneer de laatste autolampenschijnsels langs de muren zijn gegleden, hebben de meeste nonnen het mompelen van gebeden opgegeven en komt er een meer onbewuste beeldenstroom tot leven. Stuwende onvervulbaarheid doolt door hun vroege slaap. O Heer, alweer een schaap. Of nee, het is God in schapenvacht, vermomd als Zwarte Piet bij nacht. Hij draagt een strenge donder. Drie boeken over helle straf. Een knuppel en een wapenvlag. Daar kan hij als verlosser uiteraard niet zonder. Clivia ziet hem zelfs met de armen schuin naar boven in de rondte hinken. Hete haat komt stinken uit zijn strot. Officieel hangt namelijk God de luis al 20 eeuwen van zichzelf te verlossen aan zijn eigen kruis. Het wordt tijd dat de barmhartige wetenschap onthult waar werkelijk de rat in al die eeuwen vastgezogen zat en dat de verloskundige hem bij zijn kladden vat. Is de oude parasiet uit Golgotha genomen en hangt de krampenkoning kronkelend in de tang? Dan kan het heldere levenslicht de vagina instromen. Dan is de herfstdespoot geveld, dan is zijn winter uitgekweld en wordt weer door de algodin het evenwicht herstelt.